Een proctoraat. Een proctoraat. Een proctoraat. Een proctoraat is voor mij... Een team van bevlogen docenten en onderwijskundigen die bezig zijn met nieuwe dingen. Een proctoraat is denk ik een soort van onderzoeksproject. Een middel waarbij je kan experimenteren met lessen voor studenten en kan experimenteren met hoe docenten de lessen kunnen gaan geven. Een plek waar kennis samenkomt. Een plek om, om uit te wisselen, kennis uit te wisselen, om samen te werken met andere scholen. Ik denk dat het kenmerkend voor een practor is dat hij vooral veel rekening houdt met de context. En de context ook waar die docenten in werken. Docenten proberen in die context zo goed mogelijk hun werk te doen. Die context ook aan te passen en te vernieuwen. Dat is best wel complex. Het is een hele complexe context. En een practor helpt ze daarbij. Ik denk sowieso dat docenten en studenten andere media gebruiken. Kijk, ik denk dat docenten ook wel Facebook gebruiken, maar zouden bijvoorbeeld minder snel Snapchat gebruiken of zoiets. Docenten of volwassen mensen die letten er denk ik meer op van wat ze precies op social media zetten. En die denken er beter over na dan wij, want wij gooien ons hele leven eigenlijk zo op social media. In dit practoraat hebben we het vooral over mediawijsheid. Dat kom je eigenlijk in Nederland steeds vaker tegen, dat begrip. Het gaat natuurlijk over het feit dat die maatschappij en die samenleving medialiseert. Dat veronderstelt dat je daar op een goede, slimme manier mee omgaat, vandaar mediawijsheid. Het is voor ons natuurlijk heel belangrijk om te leren hoe je bepaalde media in moet zetten. Wanneer het handig is om dit wel te doen en wanneer het handig is om dit niet te doen. Wat ik heel veel zie om mij heen en ook in interviewtjes met de docenten, is dat docenten heel veel moeite hebben met digitalisering. Ze willen heel erg graag, maar weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. Ik ben heel erg enthousiast over digitalisering. Digitalisering is niet het doel, maar het is een middel om je lessen interessanter te maken. En ja, we willen dat de studenten zelf mediawijzer worden. Dus dan moet je als docent ook wel het goede voorbeeld kunnen geven. Je kan het als ondersteuning gebruiken, je kan veel meer differentiëren. Je kan zorgen dat als er een paar mensen voorlopen, dat je ze al extra opdrachten kan geven. Of als iemand een lange tijd iets gemist heeft, dat hij niet zijn gelijkse jaar afgeschreven heeft, maar hij kan gewoon weer bijkomen. Dus die digitale didactiek, daar zie ik echt voordelen voor. Ik ben van mening dat als wij als docenten, en dan zeg ik niet alleen mezelf, maar eigenlijk iedereen in mijn hele team, als die dat in hun lessen doorvoert, dan gaan studenten dat vanzelf meenemen en oppikken. Wat je op dit moment heel erg merkt, een docent begint enthousiast met digitale didactiek. En op een gegeven moment lopen ze ergens tegenaan. En dan haken de docenten af. Dan grijpen ze weer terug naar de oude middelen. Een smartboard waar ze eigenlijk alleen maar op tekenen. Of nog erger, een whiteboard of een krijtjesbord. Dat is zonde. Het experimenteren met digitale didactiek zie ik als het uitzoeken hoe werkt het, wat kun je ermee, wat zijn de plussen en de minnen. En als de plussen en de minnen van tevoren bekend zijn, ja, dan komt het niet als een verrassing als je ergens tegenaan loopt. Wat we eigenlijk proberen te bereiken is het concept mediawijsheid en dat kan voor iedere situatie, voor iedere context dus eigenlijk anders worden ingekleurd. In te kleuren naar de beroepscontext van het middelbaar beroepsonderwijs, zodat een docent in het middelbaar beroepsonderwijs ook mediawijs omgaat met die middelen en ze ook didactisch goed weet in te zetten. Als ik eventjes aan mijn eigen lespraktijk natuurlijk denk, dingen die ik bijvoorbeeld met mijn studenten doe, dat is lessen in verschillen in Facebook en LinkedIn bijvoorbeeld. LinkedIn is een meer zakelijk netwerk. Waar ik zie dat mijn leerlingen nog echt iets in kunnen winnen is bijvoorbeeld bij privacy op platforms zoals Facebook. En daar gaan ze nu van uit dat alles goed geregeld is. En ik denk dat bij mediawijsheid moeten we echt daarop richten dat je echt gewoon moet kijken van hoe ga ik met die platformen om. Wij willen de studenten ook leren hoe ze moeten zoeken op internet, want dat is eigenlijk wat na de school gebeurt. Dat is eigenlijk waar we de studenten ook voor opleiden. Doordat er zoveel informatie wordt aangeboden, worden studenten op een gegeven moment een klein beetje lui. En dat willen we niet. We willen dat studenten kritisch blijven. Kritisch met onder andere social media, maar ook met alle andere media die beschikbaar zijn voor studenten. En strakjes de beroepsbeoefenaar. We willen dat ze kritisch blijven. We kunnen hier natuurlijk een heleboel handvaten geven en dingen leren. Maar op het moment dat je bij mij een diploma krijgt, en dan moet je het helemaal zelf gaan doen. Dus ik heb er in mijn eigen praktijk ook zeker onderwerpen in zitten hoe ze dat zelf moeten uitvogelen. Mediawijsheid gaat heel erg gepaard met hoe vaardig je bent in je in een digitale wereld te bewegen. En dat heeft met film, video te maken. Maar ook met tekst, Nederlands, dat zit er allemaal heel erg in.
Dus puur naast begrip zit echt dat stukje vaardigheid, vind ik een heel belangrijk onderdeel van het mediawijsheid. Dat is niet alleen iets waar je studenten mee verder wilt helpen, want die moeten na schooltijd natuurlijk zowel economisch, maar ook sociaal-maatschappelijk leren omgaan met die online omgevingen. Dat heeft alles te maken met werk, maar ook met sociale participatie en burgerschap. Maar tegelijkertijd zie je het ook zijn weerslag hebben op het werk van de docent. Wat voor docenten interessant is, niet alleen inderdaad, voor ons is het natuurlijk ook fantastisch leuk als het leuker wordt, het lesgeven. Maar ook om het slimmer wordt. Dus dat wij bijvoorbeeld aan tijdsbesparing voor kunnen doen. En dat is natuurlijk hetgene waar je ook altijd over hoort, over de tijdsdruk in het onderwijs. Dus ik denk dat dat gewoon een win-win situatie. En het is leuker voor de student en meteen leuker voor de docenten eigenlijk. Succesverhalen zijn dat docenten er ook wel een bepaald gevoel bij ontwikkelen, terwijl ze eigenlijk vaak vakdocent zijn, of een docent Nederlands of een docent burgerschap. Ze werken heel graag met elkaar samen. Ze zijn ook heel betrokken. De belangrijkste vorm voor mij om samen te werken is omdat ik mijn eigen les ook kan verrijken. En dat vind ik heel belangrijk. We hebben natuurlijk altijd, je begint aan een les en je maakt het, je begint het op te bouwen, je hebt er een bepaald idee over, je doet het zo goed als je kan. En op een gegeven moment loop je toch tegen een bepaalde beperking van jezelf op. En als je dan die samenwerking hebt met andere scholen, dan krijg je en materiaal. Dat is gewoon makkelijk. Je hebt gewoon materiaal dat je kan gebruiken. Maar je krijgt ook gewoon die nieuwe verse input, waardoor je je lessen echt verrijkt. Het positieve effect wat ik merk van de digitale didactiek, is dat het leerrendement van de student omhoog gaat. En zodra het leerrendement van de student omhoog gaat, dan bereik je je doel als docent. Over 2 jaar zou het heel mooi zijn wanneer mediawijsheid een onderdeel is van het curriculum. Het gaat niet in 1 dag, het gaat ook niet over 1 nacht ijs. Maar ik heb er vertrouwen in als ik kijk naar de mate waarin mensen gemotiveerd zijn, betrokken zijn en vooral ook zien waar we naartoe willen met elkaar. Vorige week hebben we de eerste aftrap gehad van het practoraat. En daarbij zijn we met bijna alle docenten bij elkaar geweest. Hebben we gewerkt aan nieuwe lesmethoden, nieuwe lessen. Dat was zo'n welkom gevoel en iedereen werd er enthousiast van. Ja, dat was gewoon een geweldige aftrap. En ik hoop dat de aankomende jaren ook zo zal blijven.